circus. Sensatie en romantiek in de stralen der schijnwerpers. Moedige mannen, flinke vrouwen, exotische dieren. Leven en werk schijnbaar buiten de dagelijkse tredmolen. En toch is deze tredmolen harder, gedisciplineerder en gevaarlijker als de onze. Een voortdurend op de proef stellen van mens en dier. Uit alle beroepen komen sollicitanten in de dressuurschool, maar slechts enkele zijn geschikt. Wie met dieren wil werken, hun leraar en vriend wil zijn, moet stalen zenuwen, geduld, snel reactievermogen, rust, pedagogische aanleg en voor het latere optreden met hen acteurstalent hebben. Maar vooral instinct en aanvoelingsvermogen in de psyche van het dier. Voor de glans van de circuspremière ligt vuil, moeite en hard werk. Eerst en vooral moet de toekomstige dompteur een goede dierenoppasser worden. Daarbij komt dan ook het eerste contact, de eerste vriendschappelijke toenadering. Jonge domteuze moet van beneden af beginnen. Iedere greep, iedere beweging, ieder commando worden eerst zonder dieren geoefend. Tot iedere beweging zit. Later kan het leven van één foutieve stap afhangen. De houten vork, het enige verdedigingswapen, is massief en zwaar. En toch moet deze luchtig gehanteerd worden. Bliksemsnel moet hiermede bij een eventuele aanval de kop van het roofdier gepakt en afgewend worden. Knallen met de zweep gebeurt vanuit het polsgewricht. Een trucje dat gemakkelijk lijkt en toch langdurige oefening vereist. Evenzo het slaan met de zweep, die alleen de klauwen van het dier raken mag. Vork en zweep, vaak alleen een eenvoudig stokje, bieden natuurlijk geen werkelijke bescherming. Maar het dier ziet erin het verlengstuk van de arm des mensen. En zelfs het grootste roofdier laat zich overdonderen als deze onbegrijpelijk lange arm hem raakt. Is de dagtaak beëindigd, dan volgt 's avonds studie over dierkunde en dressuur. Dieren voor de dressuur moeten zorgvuldig volgens uiterlijk en karakter uitgezocht worden. Want ook onder hen zijn de verschillendste temperamenten. Speelse, luie, leergierige en onwillige. Wantrouwige en lieve. Sissy, Kitty en Royal, kort geleden pas gevangen, worden eerst door de dompteur geobserveerd. Hij bestudeert hun karakter, hun eigenaardigheden en vaardigheden. Voor de dressuur zijn in het wild geboren dieren geschikter
als in gevangenschap geborenen, want deze laatsten hebben de instinctieve schuwheid voor de mens verloren. Pas na weken komt de dompteur bij hen en leert ze hun naam en plaats kennen, het ABC van de dressuur. Deze methode der zogenaamde tamme dressuur werd 70 jaar geleden door Karel Hagenbeck ingevoerd uit liefde tot het dier zoals hij zei. Daarmede eindigde de tijd dat dieren met knuppels en gloeiende stangen gedresseerd werden. Hagenbeck leerde ons dat ieder dier weliswaar de algemene eigenschappen van zijn soort bezit, maar toch ook een individualiteit heeft. Deze moet, zo bewees Hagenbeck praktisch in zijn dressuurschool, de dompteur verkennen. Hij moet op het kunnen, het talent en het herinneringsvermogen van het dier ingaan en het tot perfectie zien op te voeren. Ja, oh ja, hier, hier. Oh ja. Ja, kom hier, kom hier, kom hier. Van deze drie tijgers is Royal bijzonder leergierig en gulzig. Stukjes vlees en katachtig snurren, tekenen van vriendschap, lokken hem op vreemdsoortige bankjes en bokken. De eerste voorbereiding om het springen te leren. Wekenlang wordt zo geoefend tot het lukt. Royal wordt een der springers uit de groep. Het duurt maanden voordat de dieren uit een zogenaamde gemengde groep aan elkaar wennen. Een mooi beginsuccesje van het dressuurwerk. En weer maanden gaan voorbij voordat de dieren de diverse commando's opvolgen. Nu is het dan ook voor de jonge dompteuse zover. Voor de eerste keer gaat zij met de leraar dompteur de oefenkooi in. De dieren kennen haar al, doordat ze maandenlang verzorgde. Ze kennen haar reuk, uiterlijk en stem. Kleine stukjes vlees maken deze relatie nog vriendschappelijker. En de dompteuse leert hierbij tegelijk welk dier meer op zachte woorden en welk meer op strenge woorden reageert. Dieren moeten als kinderen behandeld worden. Gerecht, streng, lief, geduldig enzovoorts. In het begin werkt de leraar samen met de leerling. Langzamerhand geeft hij het commando aan haar over. Van deze jonge dompteuze van vandaag gaat de geschiedenis der dierdressuur ver terug naar het verleden. Koninklijke priesters in Egypte die wilde dieren temden voor de heilige tempeldienst. Hen voor jacht en oorlog africhten, kan men de eerste dompteurs noemen. Tegelijkertijd trokken echter ook avonturiers en zigeuners door het land, lieten beren dansen, leeuwen springen en toonden gedresseerde apen, slangen, panters en olifanten in de toenmalige wereldsteden Rome en Athene.
In de middeleeuwen kwamen kermisreizigers met hun menagerieën net zo goed in stad en dorp als aan vorstenhoven. Maar pas tegen het einde van de 18e eeuw begon de tijd der grote circussen en kwamen de dompteurs in de publieke belangstelling te staan. Hun namen en nummers werden vaak wereldberoemd. Velen van hen vielen als offer van hun beroep, maar steeds weer kwamen en komen moedige jonge mensen met liefde voor het dier in de circusmanege. Deze jonge domteuze is geslaagd. Ze is het glansnummer van het circus, waar zij iedere avond haar mooie, gevaarlijke spel speelt. Want onberekenbaar is en blijft het roofdier. Vreemd en geheimzinnig. Wel getemd, maar niet gebroken. Een stuk wildernis in onze geciviliseerde wereld.